Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven de noordelijke helft van het land. En als de bewolking daar wat dikker is, kan er een buitje vallen. Maar in de zuidelijke helft schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Temperaturen vanochtend 12 tot 14 graden en vanmiddag dan lopen ze op naar ongeveer 16 à 18 graden, met de hoogste waarde in het zuiden van het land. Ook daar vanmiddag nog steeds geregeld zon, terwijl het westen en noorden tegen wolkenvelden aankijken. En nog steeds kan er lokaal een buitje vallen, maar echt vaak regenen doet het niet. Vanavond blijft het lange tijd nog droog, halverwege de avond is het 15 graden, maar aan het einde van de avond en in de nacht gaat het vanuit het westen overal regenen. Morgen is het dan wisselvallig weer met in de ochtend veel bewolking en van tijd tot tijd regen en in de middag ook tussendoor wat zon. Later in de middag misschien een klap onweer. Temperaturen slechts 16 graden. De wind waait uit zuid tot west. Woensdag enkele buien, af en toe zon. En temperaturen dan rond de 15 à 16 graden. Donderdag een graadje erbij. Vrijdag weer een graadje eraf. En de buien blijven de komende dagen mogelijk. Wisselvallig herfstweer dus, maar toch niet echt totaal verregende dagen. De dinsdag is de natste dag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.